Vandaag zijn wij in een winkel aan Vodafone Ziggo en daar ontvangen wij op de digitale dinsdag een groep ouderen. Iedere dinsdag openen we onze winkels voor deze doelgroep en we helpen hen dus met alle vragen die zij hebben, alle uitdagingen die zij ondervinden dagelijks met het gebruik van internet. De vragen die we vooral krijgen is dat er steeds een groeiende zorg is bij oudere mensen over het gehackt zijn, e-mails die ze niet vertrouwen. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld hulp nodig hebben met het installeren van een bepaalde app die ze nodig hebben. Ook als het gaat om hun zorgverzekering, als ze denken van hey, ik moet digitaal dingen gaan doen. Nou, daar kunnen wij dan een klein beetje ondersteuning bij bieden en dat wordt eigenlijk enorm gewaardeerd. Of je kan direct een foto maken en dit zoals je een spraakmemo. Want die sla ik ook altijd over. En wat is dit eigenlijk? Dit is voor als je een grappig plaatje wilt doen. Nou, wat Vodafone Ziggo wil bereiken met digitale dinsdag is het volgende. Vodafone Ziggo verbindt miljoenen mensen en huishoudens met het internet. En dat brengt ons natuurlijk heel veel. Onderweg kunnen wij het nieuws lezen. Onze apparaten kunnen slim ons huis besturen. Maar we weten ook dat er in Nederland miljoenen mensen zijn die een uitdaging ondervinden als het gaat over de digitalisering. En juist die mensen willen we helpen. Dat je met Google makkelijk ergens naartoe kan. Dat er even leuke appjes zijn om in beweging te blijven. En dat het handig is als je die goed kan gebruiken. Dus ik denk dat het goed is dat iedereen van welke leeftijd dan ook digitaal handig is. En daar helpt die digitale dinsdag bij als mensen die Jan, weten. Hallo Jan. Wie ben jij? Ik ben Ans. Oh, Ans. Ja, dat weet je toch nog wel. Tot ziens, hè.